Welkom weer bij een screencast over Vergilius en dit keer over de duiven die Aeneas de weg wijzen op weg naar de gouden tak die hij moet zien te vinden. Ik zie een plaatje van twee duiven, waarschijnlijk niet op zoek naar een gouden tak, maar ze tonen wel nog aan dat nog steeds tegenwoordig wij de duif zien als een teken van vrede en liefde en dus als een vogel van Venus. En ja, je vraagt je af of je je bruiloft of op deze manier wil opluisteren, maar deze twee mensen, gefotografeerd door Toon van Tellingen, dan heb ik dat ook weer gezegd, want ik heb dit plaatje natuurlijk van internet geplukt, hebben dat wel gedaan. Ik zal de tekst er even bij pakken. Ik begin met het begin. Tum Maximus Heroes. Maximus is een comparativus, grote, grootste of zeer grote. En Heroes is het Griekse woord voor held. Dus wederom een Grieks woord dat door Vergilius gebruikt wordt. Tum herkende, dat is dat agnoviet, de zeer grote held. Nou, wat herkende die? Herkende een accusativus. Maternas avis. Deze i is lang. Die is sowieso lang vanwege sl. Maar omdat die lang is, kan die aves inhouden. En betekent dus de moederlijke vogels. De vogels van zijn moeder. En zijn moeder is Venus. Dus hij herkende de duiven. Toen herkende de zeer grote held de moederlijke vogels. En blij. Het is dus vertaald als een dubbelverband of bepaling, predicatief dus. Bid hij, is gewoon present, en ik heb pas geleden nog de deponentia uitgelegd, dus passieve uitgang, actieve vertaling. Dus bid hij, en nu komen er een aantal dingen die we al gehad hebben. Este duces, weest gidsen, este is een imperativus van zijn, is in een vroegere screencast ook al aan de orde gekomen. En wat je moet zijn, dat staat dan ook in de nominativus, weest gidsen. Nu komt er iets raars, namelijk een verschil in aliquis en quidam. Als ik hier zo meteen kijk, zie qua via est, dit qua komt van aliquis. Een aliquis is redelijk lastig te vinden in een woordenboek, hoewel het is wel te vinden, maar de rijtjes van aliquis staan niet achterin. Dat komt omdat aliquis eigenlijk opgebouwd is uit een voorvoegseltje ali en dan het woord quis. Net als quidam eigenlijk opgebouwd is uit quis met een achtervoegseltje dam. Dus deze aliquis heeft een prefix, ali, en deze quidam heeft een suffix, dam. Pre ervoor, suff erachter. Aliquis betekent normaal gesproken iemand en in het onzijdig iets. En bij quidam is dat exact hetzelfde. Nou, waarom is er dan een verschil? Aliquis betekent zomaar iemand, een onbepaald iemand. Het maakt niet uit wie. En quidam betekent een zeker iemand, een bepaald iemand. Ik heb al iemand op het oog waar ik het over ga hebben, maar die wil ik nog niet noemen. Nu kun je deze woorden, het zogenaamde pronomina indefinita, dus onbepaalde voornaamwoorden, kan ik zelfstandig gebruiken, dus als iemand of iets, maar ik kan ze ook bijvoeglijk gebruiken. En dan heb ik weer drie verschillende vormen, de mannelijke vorm, de vrouwelijke vorm en de onzijdige vorm, al naar gelang ze horen bij een mannelijk, vrouwelijk of onzijdig woord. En dan vertaal ik meestal een of ander, van het meervoud sommige. En bij quidam is dat ook exact hetzelfde, een of ander of sommige. Zomaar iemand of zomaar een of andere, nog wat. Dat heb ik hier ook staan, maar ik zie daar quis staan, of qua, dus
zoals ik je zo meteen laat zien. En bij AliQuiz is het zo dat Ali, dat prefix Ali, verdwijnt na de woordjes si, nisi, num en nee. Er zijn 1001 ezelsbruggetjes voor. Ik vind ze allemaal even ellendig. He, van na si, nisi, num en nee gaat Ali niet met quizje mee. Of van na si, nisi, num en nee valt Ali door de play. Of wat je ook allemaal wil verzinnen. Als je het onthoudt, vind ik het prima. Maar het is natuurlijk wetenschappelijk buitengewoon onverantwoord om dat zo te doen. Eigenlijk moet je dus zeggen, na si, nisi, num en nee verdwijnt het prefix Ali van quiz. En dan blijft er alleen nog maar quiz over. Dus dan heb je quiz en quit en qui quai quot. En die rijtjes van quiz en quit en qui quai quot, die staan wel in het woordenboek. Maar als je dan AliQuiz ziet, zou je misschien kunnen denken van het is een ander rijtje. Maar het is eigenlijk exact hetzelfde rijtje. Even verder. Si qua via est. Hier heb ik dus si staan. Dus dit qua hier is AliQua. Een of andere. En dat hoort bij via. Als er een of andere weg is. Als er een of andere weg is. Ik heb hier of andere even tussen haakjes gezet. Want je kunt qua natuurlijk ook vertalen met gewoon een. Als er een weg is, dan is die sowieso onbepaald. Dus eigenlijk vervangt AliQuiz of AliQui qua quai quod, als het bijvoeglijk is, vaak gewoon het lidwoord onbepaald. Als er ook maar een weg is. Dus wees gidsen. Als er een weg is. En leid, dirigite, imperatives. Wij hebben leid meestal in het enkelvoud zeggen. Zetten we dat? Nou, je mag het ook in het meervoud zetten. Zet je een T achter. Leid de koers per aura's bepaling door de lucht in Lucos naar het woud. In met accusatives geeft een richting aan. En hier heb ik een accusatives. Dus leid de koers niet in het woud, maar leid de koers het woud in. Of leid de koers naar het woud. Heb ik hier dat ubi staan, betekent waar. Nou, kan ik ook gelijk vertalen. Waar. En nu moet ik heel even gaan kijken naar de woorden die bij elkaar horen. Pinguem dives oppa cat ramus humum. Humum is accusatieves woord pinguem bij. En dives is nominatieves woord ramus bij. En dan heb ik daar opaakat nog tussenin staan. Dus eigenlijk zie je hier weer een soort van chiastische constructie. Een rijke tak, waar een rijke tak de vruchtbare grond, en hier staat de vette grond, beschaduwt. Maar dit gaat natuurlijk divers, rijk gaat natuurlijk over het goud wat die tak bevat. Nou, en behalve dat hij die vogels aanroept, roept hij ook nog zijn moeder aan. Nee, defieke geeft hij haar een bevel, is een imperatieves. Zie je gelijk dat er een nee bij staat, in plaats van een non. Schiet niet te kort. En wie moet niet te kort schieten? Jij. En daar hoort bij diva parens, goddelijke moeder. Goddelijke vrouw die mij gebaard heeft, letterlijk. Oftewel Venus. En jij, goddelijke moeder, schiet niet te kort. En een O nog even ertussenin, net zoals daar O staat, maar allemaal redelijk dramatisch. Schiet niet te kort. En dan heb ik nog over dubiis rebus, een bepaling. Schiet niet te kort in wankele zaken. In risicovolle zaken, in zaken die twijfelachtig zijn, in wankele zaken. Nou, dat zijn dus zijn woorden. Dan ga ik nog verder bij sic effatus. Effatus is nominatieves, gaat dus over Aeneas.
En gaat over het feit dat hij van gesproken heeft, Fari, nadat hij zo gesproken had, Sik, nadat hij zo gesproken had, Presit Vestigia, bleef hij staan, letterlijk drukte hij zijn sporen. En dan wordt dan uitgelegd met, nou, zijn sporen drukken is gewoon op de grond gaan staan, bleef hij staan. En dan hoort daarbij nog een participium observans, van observare, oplettend. En nu krijg ik iets raars, namelijk iets met quae en iets met quo. Nou, quis staat wel achter in je woordenlijst, is een vragend voornaamwoord, oftewel een interrogativum. Betekent gewoon zelfstandig wie of wat. Dan staat het alleen, hoort er geen enkel woord bij. Maar het kan ook qui quae quod zijn en dan is het bijvoeglijk. Welke? Dan hoort er namelijk wel een soort van zelfstandig naamwoord bij te staan. En in deze tekst heb ik ze allebei, namelijk quae signa. Quae is onzijdig meervoud en signa is onzijdig meervoud, dus dit hoort bij elkaar. En quo staat los. Is geen enkel woord in deze zin die erbij hoort. Ik heb de werkwoord alvast even rood gemaakt. Nou, oplettend. Quae signa verant. Welke tekens zij brengen van verre. Welke tekens zij brengen. Dat gaat over die duiven. En komma. En dan waarheen. Hè, naar wat letterlijk. Zij perkant voortgaan van pergeren te vliegen, tenderen, zich te strekken letterlijk, waarheen zij voortgaan te vliegen. Dus hier heb ik een vragend voornaamwoord bijvoeglijk, het wordt namelijk bij Signa, en hier heb ik een vragend voornaamwoord zelfstandig, wordt namelijk alleen bij zichzelf, waarheen te vliegen. Nou, nu is er nog een heel klein raar dingetje bij deze vragende voornaamwoorden. Dat is namelijk, als je een afhankelijke vraag hebt, dan staat er in de zin met dat vragend voornaamwoord een conjunctivus. Daar hoef je verder niet op te letten, die hoef je namelijk niet anders te vertalen. Je moet alleen weten wat een afhankelijke vraag is. Een afhankelijke vraag is een soort vraag in een bijzin. Ik weet niet hoe ik iets moet doen. Of, ik heb je net verteld wanneer iemand komt. Daar zijn twee zinnen waar er een vraag in zit, maar die vraag die hangt af van de hoofdzin. Net als in dat stukje net, oplettend, en nu volgt er een bijzin, welke tekens zij brengen, verant. Die A van de conjunctivus. En waarheen zij voortgaan per kans de A van de conjunctivus te vliegen. En dat komt omdat observans, oplettend, een afhankelijke vraag inleidt. Die vragen hangen namelijk af van dat opletten. Goed, heb ik dat ook gehad. Dan heb ik nog het laatste stukje. Zij gingen voort. Elai, dat zijn die duiven. Prodieren is hier een infinitivus, soms gebruikt Virgilius een infinitivus om een derde persoon aan te geven. Dat is hier ook zo, zij gingen voort. Dat heet een infinitivus historicus. En dat deed ze op twee manieren. Zij gingen voort, pascentes, voedselzoekend, participium in de nominativus. En volando, door te vliegen, is een gerundium. Staat ook al in een vorige screencast. Het werkwoord als zelfstandig naamwoord. Door het vliegen gingen zij voort. Voedselzoekend. Nu krijg je nog tantum quantum. Tantum betekent letterlijk zoveel, quantum als. Die combinatie komt vaak voor. Tantum zoveel, quantum als. Letterlijk zoveel, hoeveel. Als je tantum ziet,
Zoek ergens of je nog kwantum ziet staan. Nou, want dan weet je dat je moet gaan vertalen zoals. We gingen zo ver door voort als. Nou, verder even de nominatieves erbij pakken. Oculi. Als de ogen konden waarnemen. Als de ogen Akie, als een bepaling, met hun scherpte konden waarnemen. En dan heb ik sequentum. En dan denk je wel van, dat zou wel eens een keer een accusativus kunnen zijn. En dat trap ik ook nog wel eens in. Maar dit is geen accusativus. Dit komt van sequor, is een deponens. Volgen, sequens. Is daarvan het participium van het presens. En het hele rare daaraan is dat hij dus gewoon een actieve vorm heeft. Dat je hem dus ook actief moet vertalen. Hoewel de deponentie vaak passieve vormen hebben. Maar in het participium presens is dat net iets anders. Daar hebben ze een actieve vorm. De ogen, en daar hoort dat sequentum bij. Dat is namelijk een genitivus. Sequens, sequentis. En dan I-M-E of I. Dan S, ibus, S, ibus. Dus genitivus. Als de ogen van de volgenden, hè, van degenen die hen volgen, met hun scherpte konden, is namelijk een conjunctivus van het imperfectum, hele werkwoord met NT, waarnemen. Nou. Omdat dat een conjunctivus is, moet daar nog iets mee gedaan worden, want het is geen afhankelijke vraag, dus dit houdt een soort van doel in, een bedoeling. En daarom staat er in aantekeningen met de bedoeling dat de ogen van de volgende met hun scherpten konden volgen. En dan moet je dus nog even hen aanvullen hierin, vanwege die duiven. Goed. Nog vier zinnen. Veneren. Ook weer zo'n vorm, is eigenlijk venerund. Hebben we al een paar keer gezien. Vervolgens, dat is in de obi, zodra, zij kwamen. Nou, waar kwamen zij aan? Bij de ingang, ad vauces. Welke ingang? Van de Avernus. Dat is dat meer. En dat meer, dat olentis. Dus olens is ruikend, olentis is genitivus, hoort dus bij die Avernus, het ruikende meer. Dat graven hier, wat van gravis komt, hevig of heftig of zwaar, is een bijwoord wat hoort bij dat olentis, ruikend. Maar je zou bij gravis verwachten graviter als bijwoord, heb ik ook al eens een keer uitgelegd in een screencast. Maar hier is het graven, dus deze gaat volgens een andere groep dan normaal. De zwaar ruikende Avernus. Nou, vervolgens, zodra zij kwamen bij de ingang van de zwaar ruikende Avernus, wat doen zij dan? Dan tollunt celeres C. Snel verheffen zij zich. Dus van tolleren, en ze is dan het leidend voorwerp. Snel verheffen zij zich. Wat gaan ze nog meer doen? En sidunt, ze gaan zitten. Waar gaan ze zitten? In een tweesoortige boom. Hè, bovenop een super, bovenop een dubbele boom. En die boom is dubbel. Omdat die natuurlijk gewoon, behalve zijn normale loof, ook die gouden tak bevat, dus vandaar dat die dubbel is, gaan ze in een tweesoortige boom zitten. Sedibus optatis, op de gewenste zetels, van optare, en dit is van sedes, zetel. Gaan ze, en ze gaan op de gewenste zetels in een tweesoortige boom zitten. Heb ik nog over, liquidumque per aera, aera lapsa. Let bij dat a era even op. Dat zijn twee lettergrepen. Namelijk a era lapsai. Komt omdat het a era van
AR in het Grieks komt en dat zijn twee lettergrepen. Dus dit is geen I, maar dit is AE. AERA is dus een Grieks woord, accusativus op een alfa. Lapsai hoort dus bij die duiven, glijdend letterlijk. En dan, dat heb ik je al vertaald, glijdend. En dan waar ze doorheen glijden, dat staat hier per aera, door de lucht, liquidum, die lucht die is helder. En door de heldere lucht. Snel verheffen zij zich glijdend door de heldere lucht. En ze gaan zitten, ze gaan op de gewenste zetels in een tweesoortige boom zitten. En dan tot slot, unde, het gaat over die tweesoortige boom, van waar schitterde. Wat schitterde? De discolor aura, een tweekleurige glans. Dis is twee, color kleur, een tweekleurige glans. Heb ik nog over auri peramos. Dat auri komt natuurlijk van aurum. Wat goud betekent, is een genitivus. Dus een glans van goud. Van waar een tweekleurige glans van goud schitterde. Per ramos door de takken. Goed, dan hebben we dit hele stuk gehad. Ik hoop dat je er weer iets aan gehad hebt en ik spreek je snel weer in een volgende screencast.